U weet al lang dat u veel te hoge verwarmingskosten hebt. En u weet dat de stijgende verwarmingskosten een grote hap uit uw vakantiebudget nemen. U weet dat eigenlijk enkel een betere isolatie voor meer behagelijkheid kan zorgen. Maar u weet ook dat dit bij u niet zo eenvoudig gaat, omdat u een historisch gebouw bezit dat men niet zomaar langs buiten kan isoleren. Of u weet het misschien ook omdat u met andere partijen onder één dak woont en u niet zomaar alleen kan beslissen of er geïsoleerd wordt of niet. En u weet ook hoeveel werk isoleren langs buiten met zich meebrengt. Wat u misschien niet weet. Na isoleren langs binnen met Itol Multipor is een gemakkelijke oplossing. Koude wanden en kelderplafonds zijn voor 50% verantwoordelijk voor uw hoge stookkosten. Met Itol Multipor heeft Itol een uniek, doeltreffend isolatiemateriaal voor binnenisolatie ontwikkeld. Isoleren langs binnen met Itol Multipor is verstandig, het bespaart geld en is eenvoudig te verwezenlijken. Met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,045 watt per meter Kelvin is er een uitstekend alternatief voor ingewikkelde buitenisolatiesystemen. En stellingen opbouwen is niet nodig. De minerale isolatieplaat is natuurlijk, ecologisch en vezelvrij. Kan vochtigheid uit de lucht opnemen en ook weer afgeven. En vermijdt schimmel en vochtplekken, is niet brandbaar en vermindert geluidsoverlast. De uitvoering is simpel. In enkele stappen komt men tot een doeltreffende, duurzame isolatie. Eventuele behang- en verfresten van de ondergrond verwijderen. Grotere oneffenheden met Itol Multipor lijmmortel uitvlakken. En het stof van de muur borstelen. Een ontkoppelingsstrook zorgt voor een zuivere scheiding tussen de vloer en de wand. Nu wordt de Itol Multipor lijm volgens de verwerkingsinstructies aangemaakt. Breng de lijm met een getande schep op de Itol Multipor isolatieplaat aan. Nu de plaat 3 tot 4 cm naast de beoogde plaats tegen de wand drukken en daarna zachtjes in de juiste richting schuiven. Hierdoor hecht de Itol Multipor lijm zich goed aan de ondergrond. En zo gaat men met alle platen verder. Overigens, per vierkante meter circa 4,3 platen. Tussendoor met een lange waterpas regelmatig meten of de platen wel recht gekleefd worden. Angst voor hoeken en kanten is ook niet nodig. De isolatieplaten laten zich gemakkelijk op de juiste maat verzagen of modelleren. Verwarmingsleidingen worden voor de ombouw geïsoleerd. Zo vermijdt men temperatuurspanningen en mogelijke scheuren later. De overblijvende openingen kunnen met montageschuim opgevuld worden. Met de schuurplank worden alle oneffenheden eenvoudig en snel uitgevlakt. Eventuele barsten of beschadigingen met Itol Multipor reparatiemortel corrigeren. Hoekprofielen met Itol Multipor wapeningsgaas worden op maat gebracht. Lijmmortel op de gehele oppervlakte van de dakkanten smeren. De hoekprofielen met wapeningsgaas aandrukken. Met een spatel in de lijmmortel inwerken en alles glad maken. Voor het aanbrengen van het wapeningsgaas de gehele oppervlakte zat met lijmmortel insmeren. Het gaas aanbrengen en indrukken. De wapeningsgaasstroken overlappen met 10 cm. Aansluitend glad maken. Nu staat het u vrij uw wand naar eigen smaak af te werken. Maar om volledig van de vochtregulerende eigenschap van Itol Multipor te kunnen genieten, raden wij u aan om dampopen silicaatverf te gebruiken. Itol Multipor is een innovatief product. De lichte platen bestaan uit de natuurlijke grondstoffen zand, kalk, cement en water. Met hun isolatiewaarde van 0,045 watt per meter Kelvin is hoogwaardig, toekomstgericht en duurzaam bouwen of renoveren zeer zeker mogelijk.
Iton Multipor is ecologisch en gecertificeerd, verschaft een gezond binnenklimaat, vermijdt schimmel- en vochtplekken en is druk- en vormvast. Historische gevels en gebouwen waar buitenisolatie niet ter sprake komt, maar ook private woningen. Hier overal is Iton Multipor zonder twijfel de oplossing. Denk dus goed na, want nu weet u het.